Veronica TV. Nederland 2. Like you're feeling something, yeah. Listen to this. Tell them. Right now, the aneurysm, your kids are too big. It should be more internal. See, you got more movement. It should be more like something's going on inside of you. I mean, that's why when we build it to a mountain and we bring it back down, it's got to have that emotion. All right, quiet. Rehearsing. Goedenavond. Nou, Michael Jackson gaat nog even door met oefenen. Maar straks krijgt u in Veronica Film en Video de primeur van de werkopname van zijn speelfilm Moonwalker. Verder bij Veronica om 10:30 de heilige koe. Met onder andere de Bathurst 1000 kilometer race en beelden van de motorshow gehouden in Essen. Om 10:55 China Beach. De serie over de heldenmoed van drie Amerikaanse vrouwen tijdens de oorlog in Vietnam. Verder heb ik Nieuwslijn nog niet genoemd, want u krijgt nu van Ruud Hendricks de onderwerpen. In Nieuwslijn vanavond. Gorbachev komt met nieuwe voorstellen in New York. De Tweede Kamer debatteert over het paspoort. Een verrassend interview met CAP-directeur Baart. Verder de resultaten van 40 jaar mensenrechten en particuliere recherchebureaus nemen toe. Nieuwslijn straks om 9:45, maar nu eerst Roy Orbison. Ja, u zult wel denken Roy Orbison, maar dat klopt. Married with Children vervalt. Vanmorgen is namelijk de legendarische rock'n'roll zanger The Big O overleden. En vanavond staat Veronica even stil bij dit fenomeen Roy Orbison in het nu volgende programma. Vanwege zijn fenomenale stemgeluid werd de op 52-jarige leeftijd overleden zanger Roy Orbison de Big O genoemd. Orbison werd in de jaren 50 ontdekt door Norman Petty, de manager van Buddy Holly.